Sander Uwland, Bike Rapsijs, goeiedag. We zijn hier bij Loomdrijf Westerveld en we hebben net de onderzaai bij de kop gepakt. De verschillende vormen van onderzaai die dit jaar op ons afkomen. Voor het vangen was in de teelt van snijmais en van de overige maisgewassen. We hebben de diverse systemen doorgesproken. Het gaat dan om de directzaai met rietswenk rondom de teelt. We hebben te maken dit jaar kunnen te maken krijgen met even een mooie trekker in beeld brengen. Je kunt nog te maken krijgen met onderzaai later in de teelt. En je kunt nog steeds gaan voor vroege rassen. Wat betekent dat je voor 1 oktober weg bent. En ook gewoon jouw vanggewas op dat moment zaait. Dus voor 1 oktober. De diverse systemen aan bod gekomen. We hebben ook over verschillende vormen van onkruidbestrijding gehad. En wat wij hier dit jaar gaan doen is een aantal percelen volgen. Zullen een aantal percelen in kaart brengen. Wat er allemaal op stapel staat rond de onderzaai. En we zullen zien waar het naartoe gaat. Welke onkruidbestrijdingsschema's er toegepast gaan worden. Wat het beste is. Hoe de rietsvenk groeit. Hoe de Italiaans gaat groeien. En wat er allemaal bij komt kijken om dus dit jaar een goed geslaagd vanggewas te telen in de snijmais. Ik hoop dat jullie deze serie wat dat betreft willen volgen. Ik wil er een kleine miniserie van maken. En we hopen jullie de volgende keer terug te zien bij het aanvang van de teelt. Die is eigenlijk nu. Maar de aanvang van de teelt noem ik toch het zaaien van het vanggewas. En dan hopen jullie terug te zien. Bedankt voor het kijken. Groetjes. Hoi.